werkgever in ons land moet een arbeidsreglement hebben. Een arbeidsreglement is een huishoudelijk document waarin de rechten en plichten van de werkgever, maar ook van de werknemers, worden opgesomd. Het is dus een zeer belangrijk document in elke onderneming, ook in de land- en tuinbouw. Ook een werkgever die enkel werkt met seizoenpersoneel moet in principe een arbeidsreglement hebben. Op de markt zijn heel wat type documenten beschikbaar. Men kan zelfs ook een arbeidsreglement afhalen van de website, maar dat vinden wij niet goed. In het arbeidsreglement moeten ook alle bijzondere bepalingen worden opgenomen die voor de land- en tuinbouw van toepassing zijn. Ik geef een paar voorbeelden. We hebben in de land- en tuinbouw de mogelijkheid om 11 uur per dag te laten werken of zelfs te gaan tot 50 uur per week. In de land- en tuinbouw kunnen we nog voor seizoenwerknemers cash uitbetalen. Wel nu, al die specifieke reglementeringen die gelden voor onze sector moeten voorkomen in het reglement van de betrokken onderneming. Wil men ook gebruik maken van die bijzondere regelingen die we hebben afgesproken. Het is zo dat Boerenbond afspraken gemaakt heeft met Acerta om één keer per jaar een geactualiseerd model te hebben van arbeidsreglement. Wij geven met de Boerenbond opleidingsvergaderingen om de bedrijven die geïnteresseerd zijn zo goed mogelijk wegwijs te maken in dat arbeidsreglement, hen ook te helpen om het zo goed mogelijk in te vullen. Het aankopen van een arbeidsreglement kost 100 euro plus BTW. Bedrijven die opleidingen volgen zijn zelf in staat om het document zelfstandig in te vullen. Indien men op een externe begeleiding een beroep doet, onder meer van een sociaal secretariaat, zal het veel duurder kosten. Maar we gaan ervan uit dat de ondernemingen die interesse hebben om het zelf te kunnen doen en ook de opleiding volgen, dat ook zelfstandig kunnen.